Goedemorgen, Henk. Morgen. Ja, ik heb een eerste prijs gevlogen dit jaar, hè. Het was een goede, gelijk een goede start, hè, begin van het seizoen. Ja. We wouden dan even bij jou een interviewtje komen doen, omdat je toch in Mellingen een prijs hebt gewonnen. En ik heb wat vragen aan je. Hoe lang beoefen je al de duivensport? Vanaf mijn 14 jaar. Ik zie er nu 60, dus 36 jaar. Dat is een mooie ruk, hè? En zit je al die tijd in de vereniging in Mellingen gezeten? Ja, dan zei je niks, hoor. Nee, dus, dat is dan. Dus, en bij welke rassen heb je het meeste succes gehaald? En, welke rassen? Afstammingen? Ik nu de laatste jaar heb ik dan voor de kwartwaardig heb ik doen van Willy Lenzen, Kleef. En dan had je andere sector. Ja, dat is wel zo'n beetje het mensen met kwartwaardig. En met de overnachting die de hoofdzakelijk buur van Art van Heijs en Jan van Kalkeren. Wat zijn de specifieke eigenschappen van die duiven? Wat let je dan op? Let je dan op de ogen, vleugels, de pluim? Ogen niet. Gewoon was het vroeg draaien. Ogen niet, dat je op een gegeven moment dat een nest van de kring gevlogen werd. Dan zei ik, je kunt 1000 euro verdienen, moet je even af en toe een oogje hebben, dat weet ik niet. Ja. Dat heb ik er nooit naar gekeken, dat weet ik niet. Dat interesseert me nog niet, daar heb ik even staan van. Ja, oké. En hoeveel duiven speel je zo gemiddeld op iedere vlucht? Op de Vitesse Midfold heb ik 12 weer naast. En voor de overnachting had ik er 14. Ja. Dus, is dat andere jaren meer? Of andere jaren had ik er meer. Als ik een paar jaar terug zie, ik met ons ik verschillende doelgebied geworden. Ja. En een goede terug te krijgen, ja, dat duurt even. En met hoeveel jongen worden er zo gekweekt per jaar om mee te gaan spelen? Of jongen heb ik gemiddeld tussen de 35 en de 40 zo'n beetje. En dan is dat alles door elkaar, de Vitesse? Met ja. Doe je alleen maar voor de kweek van de Vitesse duiven, van je vlieghok zullen we zeggen ook, of alleen van de vasthouders? Vasthouders heb ik 3 koppels, dat doe ik dan eier van overleggen. Ja. En van die beste weer, nou, die niet hard gevlogen en daar trek ik ook jongen van. Ja. Van jaarlingen bar weinig, want daar weet je er niet veel van. En welke vluchten speel je nou het liefste? Want ik weet dat je vroeger graag op de front speelde. Ik vind persoonlijk vind ik het mooiste, eendaagse en overnachting. Ja, dat maar ja, we hebben het hele jaar wel even die 8-9 vluchten. Daarom heb ik ook geprobeerd om sneller doel te krijgen. Want ik zie heel de dag thuis een gegeven moment het hele seizoen af te stemmen voor 5 overnachtingen en 5 eendaagse. Als dat tegen wel het hele jaar niet worden. Ja, dat is wel. Dus, ja, we weten ook dat je vroeger nog een hele vroege duif had gedraaid een keertje. Was dat de eerste van de ook sector of niet? Of was dat? Eerste nationaal dag toen, sector 3. Ja. Hoeveel duiven was dat nog, weet je dan nog zo? Dat was toch in de voordeel. Dat was 9.115 duiven. Dat was in 93 gespeeld in de eerste nationale sector 3. Ja. Dat was toen een speciale vlucht, had ik wel eens gehoord, of niet? Ja, speciaal. Lag je toen in het ziekenhuis of wat? Ik lag toen in het maatschappij. Ja. En dan had de jongen van mijn hart dan die doel gespeeld. En die kwam die maatschappij, die zei die vader, ik heb de 2 met een brief. Ja. Ik zei waarvoor? Ja, dan en dan. Toen werd ik nog kwaai. Maar ik zei dan één, ja, dat komt nooit meer terug. En dan vloog toen de 17 of de 18, want ik kreeg een brief. En toen kwam die smoeder zo, toen kwam die weer. Dan zei die, ik heb er ook 2 met een Duits. Ik zei waarvoor? Ja, dat schuurt me aan en vloog weer. Ik zei, ja, dan ook niet vanaf, je komt er nooit meer vanaf. Ja, dan speelde toen de eerste nationaal. Dus zeg maar, dat is verstand van net. Als je niet speelt, kun je ook niks meer. Nee, dat dus ja. En moet je de duiven voor jou veel trainen? Train je met de vlag of breng je ze een lapje zoveel? In het vroegjaar, dan ga ik naar die dam toe. Dan doe ik verder op die vlucht Duffel. Dan is zo'n keer, dus woensdag spring ik dan die volgende doel. Okay. Maar die gewoon Vitesse doel, die gaan gewoon hier iedere week met. Ja. En met de vlag trainen natuurlijk ook niet. Dan je gewoon los en dan smaken ze zo over. Dus ja, ik heb het net al gevraagd en de grootste prestaties is natuurlijk de DAX. Dat is een eerste nationaal, ja. Zijn er nog andere waar je zegt van, dat vind ik ook wel mooi, wat ik mooi uitslagen heb? Ja, de eerste vliegen, het altijd mooi hoor. Ja, dat is wel. Of hoeft niet per se een eerste mooie goede uitslag maakt, dan is het ook goed hoor. Ja. En, wat is het systeem met het voeren en zo wat je doet? Is dat nog enig een geheim waar je, of zeg je gewoon van? Dat is geen geheim. Ik voer smaak van maandag tot zaterdag voer ik hetzelfde. Ik laat smaak weer naast los en dan heb ik zo'n natenbus. En die geeft vol, die geeft een bak in. En dan kun je 10 minuten kwartier vreten en dan schud ik een bak om, dan geeft die jongen de hoeven toe. En dat is smaak zo, de hele week duur. Dus je
gewoon de hele dag vol? Nou, de hele dag niet. Altijd gewoon eten? Ik loop ze eten en dan een kwartier, 20 minuten eraan, zoiets. Ik kan nog wel eens een half uur vergeten ook wel eens dat ik zo in de hoop heb dat, dat een bak naar voor hoeven zet. Mm-hmm. Maar ze kunnen vergeten wat ze hebben willen. Dan wat ik vind maar zo om invitatie doe, die moet nog met een eendaags volgend. En dat ze dat krap gehouden. Ja. En vliegen ze voor eendaags volgend, ja, dan is het verder af, dan is het gebeurd. Ja. Denk ik dus, of dat behoort weet ik niet, maar in ieder geval zo die ik het dus. Ja, ik hoop dat het goede resultaat. Ja, dan gaan vuurwerken erover hoor. Dus, ja, je kunt het zo moeilijk maken als je zelf wilt, zeg ik altijd maar. Ik kan wel horen, mijn Hank Smit zegt al, die doelverspart maakt ze verkeer. Maar ja, de ene denk je zo over, de andere denk je zo over. Ja. Vele melkers, vele duivenmelkers zie je vaak dat ze een gezondheid probleem hebben met de duiven. Hoe probeer jij dat te voorkomen? Hoe bedoel je? Nou, je hoort vaak dat ze het geel hebben, oh, zo niet. Manitose, of colie bij de jongen, of noem maar allemaal op. Zijn er iets specifieke dingen waar je zegt van nou, hoe hou jij je duiven nou zo gezond mogelijk? Ik doe je op een gegeven moment over 14 dagen, over 3 weken, dan laat je vlug. Laat je naar toe vlug en dan is het afgelopen. En dan krijg je bij mij, jaar in jaar uit, 8 dagen kuur het geel. En dan loopt ook niks meer los, dus dan komen ze niet met andere duiven in contact. Dus dan neem ik aan dat de duiven schoon zijn. En in het vroeg jaar, 14 dagen voor het vliegen, 3 weken voor het vliegen, dan krijg je weer een geel kuur. En de week erop, dan krijg ik 7 dagen paas op. En dat kreeg ze. En dan af en toe een keer, als ik denk van zo of zo, steekt ze geen per op. Wat gebeurt er met de duiven na het vliegseizoen? Laat je nog iedere dag los of hou je ze binnen? Of... Nee, dat heb ik nou gezegd. Naar de laatste noord toe komt er niks meer los. Niks meer los? Nee. Dat in het voorjaar? We gaan gewoon naar rennen niet. Heb je nog tips voor de jonge duivenliefhebbers in Nederland? In Nederland wordt internationaal uitgezonden. Ja, je weet het niet, ja, we gaan het dadelijk ook op internet zetten. Dus, dus iedereen kan het dadelijk ook kijken op internet. Ik vind ik persoonlijk, degenen die niet mee kunnen komen, ja, daar huur ik mij ook mee. Ik heb een probeer op een gegeven moment, in het najaar, bij goede liefhebbers, laat de jongen of eieren houden. Of vroeg in het vroeg jaar, als op een gegeven moment de goede liefhebbers in de duiven op wetenschap zet, kan ik die eieren krijgen. Want voor de 10 liefhebbers, die zien erbij, ja die zijn open, maar voor de 10 liefhebbers zien er 9 bij, die zien ze nimmer als ze een beterschap zetten. Ja. En dan kan een jeugdlid of iemand die slaaf vliegen, kan er wat profijt van hebben. Ja. Hoe lang denk je nog duivenmelken te blijven? Ach, ik neem ze goed of nou, ja, best dat ik doe het gewoon. Ja. Dus, Oké, mogen we nog even dadelijk even je duiven ook aan de buitenkant bekijken? Dank je. Dan gaan we er daar even naar kijken. Ja, Henk, laten we nou maar eens even kijken aan de binnenkant waar jouw geheime wapens zijn. Ja. Dus hier zitten de Wenenaars. Daar zit die daaronder hier, die blauwe, die had toen de nest van de kringenblauw. Oké. Weet je nog voor hoeveel duiven dat was? Dat weet ik niet. Weet je dat al niet meer? Dat mogen we nu slaag hier, dat weet ik zo niet. Oké. Dus hier speel je gewoon de Vitesse? Ja, Vitesse met vond. En de eendaags vond, want die gaat ook de eendaags vond. Ja. Nou. Je hebt alles op roosters, Henk. Ja. Dat is gewoon voor je gezondheid natuurlijk. Dat is voor mij het makkelijkste. We hoeven alleen de koeien en de schapen schoon te bouwen, want ik kan slagen aan de grond komen. Dus, Ja, zo kun je dan nog de duiven op beoefenen. Ja, dat. En dan zo over 10 zeg ik die roosters over en rol ik papier op, schoon papier eronder. En dan is alles weer klaar. Ja. Dus, Ja, makkelijker gaat het niet, hè? Nee, dat. Je hebt hier een mooi uitzicht. Je kijkt hier naar de toppers van de rasvermillingen, hè? Ik kan de concurrentie niet goed houden. Maar hier in deze buurt, een vroege duiven, daar zit je kwart bij de eerste 5-6 van de vereniging. Want hier zijn ook de mensen liefhebbers hier in de buurt, hoor. Ja. Ja, ik zeg wel eens tegen mensen, als je hier toch een stok in de grond slaat en je pakt een touw voor 100 meter, dan heb je wel een stuk of 10. Ja, hier zijn de mensen zitten hier. Oké. Nou, in ieder geval bedankt voor het filmen, Henk. Graag gedaan, jongen. En succes volgend jaar. Ja.